1, 2, 3 en... Ja, helemaal vlekkeloos gaat het niet. Gelukkig hebben we daar de mute-knap voor om te voorkomen dat het een gigantische bende wordt, inderdaad. Al maanden geeft Pieter de Jong op deze manier muziekles. Heel anders dan eerst, toen hij nog voor een grote groep kinderen stond. Je moet kijken naar je bladmuziek, je moet kijken naar de dirigent, je moet luisteren naar alles wat om je heen gebeurt. En je moet nog de goede dingen doen op je instrument, zo of zo. En nu is het heel erg eenrichtingsverkeer. Ja, een muziekinstrument leren bespelen, dat doe je niet zomaar. Daar moet je heel veel voor oefenen. En dat doen de meeste kinderen het liefst samen. Ja, hoe is dat nou in je eentje? Nou, het is heel saai en met elkaar klinkt het gewoon leuker. Maud speelt al 4 jaar klarinet. Sinds de lockdown in december oefent ze veel in haar eentje en doet ze mee aan de online groepslessen. Nou ja, als je samen speelt, dan hoor je dingen van elkaar en dan kun je ook dingen vragen aan elkaar zonder dat eigenlijk iemand het hoort. Dan vraag je even hoe het zit en dat kan nu niet. Ja, dan zit je daar alleen te oefenen met je dingetje. Ja, dat is veel minder dan dat je dat met z'n allen doet. Muziekleraren zijn bang dat kinderen, nu ze niet meer samenkomen op de vereniging, dingen verleren. Maud ziet dat ook in haar groep. Sommige kinderen die vinden het heel lastig om sowieso al alleen dingen te doen. En met z'n allen dan leer je wat van elkaar en dat hebben hun dan nu niet. Zoom, 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 zoom. De regering wil niet dat de muziekscholen weer opengaan, omdat ze het risico met corona te groot vinden. Andere dingen, zoals samen sporten, mogen kinderen al wel. En dat voelt best oneerlijk. Muziek maken, dat is ook een soort van sporten, hè? Dus ik snap het eigenlijk ook niet waarom. Ik vind het heel erg jammer dat wij nog steeds niet samen mogen komen om te spelen. Heel veel kinderen die bijvoorbeeld aan muziek doen, die hebben nu geen andere uitlaatklep en die missen iets. En die willen heel graag ook gewoon aan de slag kunnen en weer samen muziek kunnen maken. Zoom, 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 zoom.